Op zondag 17 november wordt de verzoeningsdag gehouden. De verzoeningsdag wordt gehouden voor de nazaten van de tot slaaf gemaakte Temapanen. Dit gaf Bodhi Samuel, een van de leden van de stuurgroep voor bundeling en eenheid, afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie bij Claudette Tony Multifunctionele Centrum aan. Inderdaad, 17 november, aanstaande zondag, zullen we een grote verzoeningsdag beleggen. De Mapana, dat is het gebied, de omgeving van Jude Savannah, voorbij Jude Savannah, over de brug over de Suriname rivier. Hè. En wat daar zal gebeuren, is dus dat wij tegenover elkaar spijt zullen betuigen en excuses aanbieden aan elkaar. Dat is een proces dat toch wel moet gebeuren als je verder met elkaar wil gaan. Ala mani mani, ala fuka, ala trobi trobi, een tapding en dan koting op een bepaald moment, zodat we dan verder kunnen gaan om te gaan bouwen aan die nobele doelstelling voor het verheffen van die groep van de nazaten, afstammelingen van de Afrikaanse dingen, van die Afrikaanse slaven. We begrijpen dus dat de Nederlandse staat vorig jaar, vorige jaar, haar dingen heeft aangeboden, haar excuses, spijtbetuiging, excuses heeft aangeboden aan de nazaten van de tot slaaf gemaakten. En officieel is dat nog niet geaccepteerd, hè? Als ik het goed heb, meneer Sunder. Oké. Maar wij onderling hebben zelf ook dingen meegemaakt. Onze voorouders, die hebben heel wat dingen ondergaan. Er zijn heel wat dingen gebeurd onderling tussen hen. Je moet weten dat in het Mapane gebied, daar loopt het cordonpad doorheen. En het cordonpad, dat werd dus aangelegd om de plantages te beschermen tegen invallen van de vrijheidsstrijders, van de Marons. En een groot deel van de soldaten die gelegerd werden daar langs het cordonpad, die waren zelf ook Blakamangs. Het waren Redimusus, ik ken de naam van Redimusus. Dus de koloniale overheid gebruikte Blakamangs, Redimusus, om tegen die andere Blakamangs, tegen de Marons, te vechten. Er is bloed gevloeid, wat over en weer. Van die Marons, die vielen de plantages binnen om hun proviant of om andere slaven mee te nemen. Er was ook een gebrek aan vrouwen, noem maar op. Dus er ontstonden gevechten. En het is nodig dat dat toch wel eens goed wordt besproken. En dat we onze spijt betuigen aan elkaar. Omdat meneer Sunder had me uitgelegd, hij zei nou aan Jezani. En ik vroeg van wat houdt dat nou in? En hij zei van ja, dus in die filosofie van de tot slaaf gemaakten, hè, is het zo van hé, dat het zijn doorwerking heeft. Als er iets is gebeurd onder de voorouders, is het zijn doorwerking generaties daarna. En dus vandaar dus dat het nodig is dat we dan toch wel spijt betuigen en ons excuses aanbieden aan elkaar. En de plaats die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, daarvoor in mijn aanmerking komt, is het gebied daar waar er zoveel bloed is gevloeid.
op andere zijn er ook andere dingen gebeurd, maar de overlevering, ik heb begrepen van dat ze daar ook, dat die los gescheiden werden, de zes los, dat is volgens de overlevering, de mondelinge overlevering, wat ik heb gehoord van kenners. But anyway, ook daar zijn er gevechten geweest tussen het toenmalig Jungle Commando en het Nationaal Leger. Dus de plaats Mapane is dus denk ik toch wel een plek die zich ervoor leent dat toch daar symbolisch de groepen aan elkaar spijt betuigen en excuses aanbieden om verder te kunnen gaan. Want er is veel wantrouwen onder ons. Er is veel achterdocht. En als je een rogomoro vara, dan moet je toch daaraan gaan werken. En hou jezelf niet voor de gek. Gaat niet weg in één dag. Maar je gaat dat onbevangen, ga je verder met elkaar moeten gaan. Want in elk geval heb je al een deel achtergelaten van die hippie. Zodat we samen kunnen gaan werken naar de opbouwverheffing. Zoals het programma heet. Programma voor bevordering van voorspoed, welvaart en welzijn van de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Dus op 17 november, van hieruit roep ik alle nazaten op. En iedereen die zich verbonden voelt met de nazaten van de tot slaaf gemaakte, om te participeren in die grote verzoeningsdag te Mapane. Er zullen bussen beschikbaar zijn, zodat de mensen en hun organisaties daar naartoe vervoerd kunnen worden. Voor wat betreft de logistieke zaken gaat men meer informatie krijgen en men kan contact maken met de stuurgroep.